Het is duidelijk dat de Surinaamse munt in waarde verlaagd zal moeten worden. De koers die de Centrale Bank van Suriname hanteert, zal aangepast moeten worden. Om dit te realiseren is er een gemengde commissie van het ministerie van Financiën en Planning en de Centrale Bank samengesteld. Het analyseren van de economische impact van een koersaanpassing is de voornaamste taak van deze commissie. Volgens het ministerie van Financiën moet dit proces eind augustus afgerond zijn. Hierna volgt een presentatie aan de minister van Financiën, de governor van de Centrale Bank van Suriname, de president en de rest van de regeringstop. Op basis van de voorgestelde adviezen zal besloten worden naar welk niveau de koers aangepast zal worden en wanneer dat zal plaatsvinden. Er is intensief overleg gaande tussen de president en de minister van Financiën hieromtrent.